Goedendag, hier weer het video weekbericht. Uh, een van de interessante grafieken die ik deze week op het internet tegenkwam, was die over de standaard bubbelfase. Uh, er wordt veel gesproken over bubbels en ik denk dat het daarom nuttig is om deze grafiek even te laten zien. Je ziet dat eerst het snelle geld erin komt, dan institutionele uh, beleggers, en dan het publiek. Uh, opvallend bij bijvoorbeeld Bitcoin is dat institutionele beleggers daar nooit in hebben gezeten. Dus die hebben ze overgeslagen. Maar wat je hier heel duidelijk ziet is enthousiasme en media aandacht nog voor de grote piek. Ik zeg altijd maar, een bubbel piekt pas op het moment dat critici, zoals ik, uh, hun mond houden. Omdat uh, er zoveel geweld is dat ze niet meer hun mond open durven doen. Nou, dat moment is nog niet gekomen, want ik laat deze grafiek zien. Uh, ergo. De piek zou best nog wel een stukje hoger kunnen zijn. Wie het weet mag het zeggen. Maar meestal eindigen bubbels in tranen. Dat is in ieder geval wel zeker. Dat leert het verleden in ieder geval. Um, dan een hele interessante grafiek over de inflatie. Uh, afgelopen week kwamen de zogenaamde PMI's naar buiten. En wat daaruit blijkt is dat de inkopers steeds meer inflatie zien. Uh, hier ziet u de grafiek, dat is de bruine lijn, dat zijn de inkopers. Hun uh, prijsverwachting is uh, met een lead time van maar liefst 10 maanden. En de groene lijn die u daarbij ziet, uh, zijn de inflatie uh, zelf. Um, en dan zie je de kerninflatie dan, uh, zonder voedsel en energie. En dan zie je dat dat uh, uh, goed leidt. En dat is zeker uh, in Europa wel een punt van aandacht. Want als dus deze inflatie opeens daadwerkelijk gaat stijgen, dan gaat de ECB opeens heel anders naar zijn monetaire verruiming kijken. En uit oude video's weet u wat de rente dan gaat doen. Dan uh, een laatste opvallende grafiek die van Deutsche Bank afkwam. Um, daarin bleek dat echt iedereen wil gaan beleggen. Dit is in de Verenigde Staten. In Nederland zie je eigenlijk wel een beetje hetzelfde beeld. En het is niet eerder voorgekomen dat uit dit onderzoek uh, uh, men zo enthousiast is. Het publiek uh, denkt dat uh, de kans op een koersstijging echt extreem groot is. En helaas is dit meestal een contraire indicator. Oftewel als iedereen enthousiast is, zijn koersen meestal op een piek, en vice versa als iedereen heel somber is, zijn koersen meestal op een bodem, zoals we bij die bodems ook uh, heel duidelijk zien. Uh, dus let zeker op uh, dat er niet te veel enthousiasme in de koersen zit. En als je naar deze grafiek kijkt, lijkt dat er wel op. Dan de agenda. Interessant. Diverse roadshows. Philips. Uh, uh, ASML Eegon, een uh, Investor van Shell en het Investor van NN en van Egon, dus uh, de verzekeringsbeleggers uh, onder u krijgen een hoop voor u kiezen. Uh, de OPEC vergadering ook niet te vergeten. Um, en dan de inflatie van de eurozone. Nou, u hebt net gezien dat dat nog even duurt voordat die stijgt, maar dat die wel gaat stijgen. Um, en vervolgens uh, zien we ook de echte inkopersmanagersindex. Die ik net liet zien was zo'n indicator En natuurlijk de bijzondere aanhoudersvergadering van Axel. Een hoop te bespreken volgende week. Dus uh, ik wens jullie veel plezier mee. Veel succes. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken.